Op zaterdag 14 november vond in het gemeenschapshuis van Borg het derde leedjesconcours Nieuwe Stijl plaats. Er waren dit jaar 10 deelnemers die live begeleid worden door een orkest en streden om de titel Slager van Borg. Natuurlijk allemaal onder de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen en dat de spas voorop steekt. Na een liedje of vijf wordt het pauze en tijd voor een medley van oud-prins Rich en oud-prinses Bea. Ja, dat is Blitschap, die zijn wijzergut. Voor ons goed vader zwaar wie zoon. Zijn echte vriend is dat niet schoon. Vaste loven brengt ons allemaal bijeen. Dik, dun, oud, jong, hoog, al beste, groot of klein. Door deze kans verlengen. Geen boeken moet die mooi die nachtje steen. Er is niet meer gezooi met de vaste loven. De lucht is voorzichtig en is de mega gelukkig. Die geen buiten. Iedere vaste loven schat is een kunstenaar. Kan simpel geen lach, dat is het standbeeld wel. Wie iedereen geweest wordt, wordt het podium vergroot volgens Wil en volgens Cliff met een rieke Duitse slagers. En toen wordt het tijd voor de uitslag. We gaan de eerste plaats bekendmaken en die gaan deze mooie trofee. Gelukkig kent die waarschijnlijk op één adres, want het zijn de winnaars van het Leedjesconcours 2015 en 2016. Deze trofee kent op één adres, waarschijnlijk min of meer. En dat is Rich en Bernie. Twee veren. Morgen vinden de buitenmars, opmars voor Rich en Bernie. Als winnaar komt uit de bus de slager van vader Rich en zoon Bernie Meuse, twee veren op één muts, met muziek van Stevie Tisse en tekst van Paul Heffels. Twee veren op een plaats, ala. Dat nummer was mijn hele af.
Toen is in een oude en dreigen zaken op. Doe mij ik dat is niet verkeerd, maar ik heb bij jou vullen piekeren. Hier zit de heer over het. Ja, dat is push-up, die zijn wijs vergut. Voor ons goed varen, zo aan mijn zoon. Zing was een vriendje, staat niet schoon. Ik ben op een pad. Dat gaat! Wil ik door niet die petje af. Ik ben op een pad. Alla. Dat we moest blijven af. Het bleef nog lang gezellig.